2000 jaar geleden zette de uitstorting van de Heilige Geest alle zintuigen op scherp. Mensen kwamen in beweging. In allerlei talen klonk de boodschap van hoop, van liefde en herstel. Het ging als een lopend vuurtje. En nu? Zien we de Geest nog aan het werk, hier in Nederland? Bij Missie Loket horen we veel mooie verhalen van mensen die het evangelie delen in hun eigen omgeving. Ook in het afgelopen jaar leerden mensen Jezus kennen door online Alpha-cursussen. Mensen lieten zich dopen en deelden hun geloof met hun familie en vrienden. Er werden zelfs nieuwe gemeenten gesticht door mensen met een migratieachtergrond, waardoor het evangelie in allerlei talen klinkt. Gods Geest werkt, ook in Nederland. Bijvoorbeeld door projecten van evangelisatie en recreatie, waar vrijwilligers deze zomermaanden het goede nieuws delen in wijken en op campings. Bid je mee voor het missionaire werk in Nederland? We bidden voor alle missionaire werkers. We bidden om moed, doorzettingsvermogen. We bidden om creativiteit en nieuwe ideeën. En we bidden voor iedereen in Nederland die zoekt naar God. Bid je mee?